Goedemiddag allemaal. We staan weer op hetzelfde plekje als een paar weken terug. En ik ga even een rondleiding doen door het gebouw en je kan de vooruitgang echt super goed zien. Volgt u mij maar. Hier is de spreekkamer. Hier is nog een spreekkamer met een mooie kleur erop. De plafonds komen er al in. Hier komen we langs unit 1. En zoals je kan zien, het is mooi geschilderd. De pilaren hebben een mooie grijze kleur gekregen. En hier staan de kozijnen erin van onze instructieruimtes. Ook hier zie je de plafonds. En mooi groen. Hier is het kantoor van Frank. Ook nog hard gewerkt. Dan komen we hier weer bij toevallig mijn kantoortje. En van hieruit lopen we zo naar unit 2. Hier krijgen we al een klein kijkje in de hal. Komen we zo meteen nog. Hier komen straks keukenblokjes in unit 2. En je ziet hier ook de instructieruimtes. Er wordt overal druk geschilderd. Ook hier zien we al dat het kozijn erin staat. We lopen nu over het leerplein van unit 2. Ook hier een instructieruimte. Lampjes branden mooi in de toiletten. Ook hier, hè. Het is geen Romeins toilet. Er komen nog wel afscheidingen tussen, zodat iedereen lekker privé naar het toilet kan gaan. En hier komen we bij het handvaardigheidslokaal van Geertina. En dan komen we hier in unit 3. Met ook al mooie kozijnen. En hier zie je dat het plafond iets lager wordt als de rest. En dat komt eigenlijk door deze dikke buizen. Want hier precies boven op het dak staat de luchtbehandelingskast. En van hieruit gaat alle frisse lucht de school in. En vandaar dat die buizen extra dik zijn en het plafond een beetje lager. En hier zie je ook al de afwerking van het plafond. En dan komen we hier vanuit unit 3 zo naar de keuken. Hij is er nog niet. Maar hier zie je ook al de ingang van de kinderopvang. En hier komen we binnen bij de dakopvang van 0 tot 2 jaar. We kijken nu naar de slaapkamertjes. Alles is al mooi wit. En hier worden de luiers verschoond straks. Nu ruikt het nog naar verf, maar straks zal het een beetje anders ruiken. Hier kom je in de ruimte van 2 tot 4. En die kunnen van hieruit ook zo het plein op. De fotograaf is druk met foto's. En dan komen we hier in het speellokaal. Waar je al kan zien dat er een vouwwand in komt. En als je verder kijkt, dan komen we in de centrale hal. Waar straks onze bibliotheek komt aan deze kant. Werkplekken tegen die muur. Maar ook een podium ongeveer op deze plek. En hier komt iets heel bijzonders. Maar daarover later meer. Dat was de rondleiding door het kindcentrum en je kan hier al mooi zien wat gaat worden, welke kleuren we gaan gebruiken en wat voor mooi daglicht er hier door het prachtige dak naar binnen komt. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik zei al, ik ben benieuwd, want hier buiten gebeurt ook nog van alles. Kom maar eens kijken, want hier
Ja. Dit wordt speelplaats. Je kunt al zien hoe de bestrating gaat lopen. En overal waar je de zwarte grond ziet, daar komt lekker gras en lekkere mooie planten. En ze zijn begonnen aan de buitenruimte, dus dat schiet er lekker op. En nog een paar weken dan is het vakantie en dan hopen we weer een heel stuk verder te zijn. Ik hou jullie op de hoogte. Oké.